selección nacional de Aruba U20 está luchando y sufriendo de que gigante en la CONCACAF Jamaica 2025 Championship. Trinidad y Tobago U20, con más experiencia de CONCACAF con los selección de Aruba, con apenas a disputar de CONCACAF Championship U20, a ganar Aruba con score de 5-1. Durante ese show de training, en cuarto lugar, de esta estadio de Water House Football Club, aquí en Kingston, está aquí como preparación para jugar contra el USA Generation Award. Director técnico de selección de Aruba U20, señor Aaron Beckhoff, te explica la situación de la selección U20 y expectativas para jugar contra el USA. We zijn nu twee wedstrijden verder. We hebben Panama gehad en we hebben Trinidad gehad. Nou, Panama en Trinidad die waren gewoon te sterk voor ons. Bij Trinidad was het, vond ik wel heel erg sneu dat we de eerste kwartier al direct door toch wel wat defensieve fouten en misschien wel een onterechte penalty met 3-0 achterstonden. Daarna ook nog een man eruit. Dan speel je met 10 man. En dan moet ik eerlijk zijn, dan hebben ze het niet gek gedaan met 10 man tegen Trinidad, vooral de tweede helft. Maar we willen iedere keer stappen zetten. Dus vandaar ben ik begonnen met hoe spelen we nou de opbouw vanaf de goalkeeper. Dus met aanval en de middenvelder, hoe komen wij tot een goede aanvalsopbouw. Morgen ga ik hiermee verder en dan pak ik de middenvelders en de spitsen. En dan gaan we vol goede moed tegen de USA gaan we de wei in. En hopen maar dat we weer een stapje gezet hebben. Ik ben ervan overtuigd, als we langer met deze jongens op deze manier werken. En dat gaat natuurlijk niet in een paar weken, maar in maanden. Dan kunnen ze best progressie boeken. Alleen, we zullen met ze aan het werk moeten. En we zullen ze ook moeten ontwikkelen tot voetballers. En voetballers, daar bedoel ik mee, dat is niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. He, dat hoort een bepaalde houding, een bepaalde attitude bij, een bepaalde leefwijze. Want anders dan kom je er niet. Nou, wij zijn nu op het podium met dit toernooi. Waarbij andere ploegen, die zijn al zover. Die hebben de focus duidelijk op voetbal gelegd. Die jongens die weten ook wat het inhoudt. Die hebben al verschillende toernooien op dit niveau gespeeld. Het is voor Aruba de eerste keer. Dus dat is een mooi moment, een mooi podium om je verder te ontwikkelen. Dan merk je ook dat die tegenstanders, dat ze echt goed kunnen voetballen. En dat ze ook op een hele andere manier met voetbal omgaan dan tot nu toe bij Aruba het geval is. Nou, die stap die wil ik graag zetten. Dat ik ze in ieder geval duidelijk maak wat voetbal op niveau inhoudt. En daar ben ik tot nu toe ben ik niet ontevreden met de ontwikkeling. Het gaat heel langzaam. Maar dat zou gek zijn als het heel erg snel ging in een paar dagen. Want dan zouden zij wondervoetballer zijn en ik een wondertrainer. Nou, en dat is beslist niet het geval. Was het enige verschil tussen de eerste... De eerste wedstrijd toen, kijk, het is altijd zo in de voetballerij, je kunt nog zo'n mooie tactiek en de speelwijze uitvinden en uitdokteren, maar je komt een keer aan de bal. En als je de bal hebt, dan moet een ploeg iets neerzetten, iets presteren. Nou, dan hebben wij de eerste helft, daar zijn we gewoon niet aan toegekomen. De tweede helft ging het ietsje beter en dat vond ik nou juist, terwijl we met 10 man waren, vond ik dat toch wel een duidelijke stap voorwaarts die we gezet hebben tegen Trinidad. Toen zag je toch dat wij soms toch een aantal keren een aanval op een bepaalde manier gingen opzetten. Dus dat is maar een heel klein stapje. Maar dat vond ik toch wel een heel groot verschil met de eerste wedstrijd. En dan ook nog met 10 man. Nou, en ik hoop dat we die lijn een beetje door kunnen zetten. En dat we tegen de USA dat we weer een stap voorwaarts kunnen doen. Maar het gaat heel langzaam. Het gaat ook heel moeizaam. Maar het komt goed, denk ik. Ja, a mí personalmente está contento con por lo menos performance de team. No estoy un team con 90 minutos largo, así que lucha. No está jugando contra team que tiene hobby más experiencia, que desde UG5 está jugando mundial desde UG5 junto, tiene años junto con otro. A nos apenas está conociendo otro, entonces me está contento con por lo menos de 2 semanas con nosotros junto. Nos como team crece y ya yeah, performance lastimamente no está tan manera que pero no está haciendo unos meses, no está bien sigue lucha. Por lo menos se juegan con falta va adelante. Nos tiene un buen grupo, como está seguro que si por lo menos lo sigue juntos, sigue tren, nos lo va adelante. Entonces, ya, lastimamente, no va a manera que arriba a ver, pero nos también sigue lucha como team. No porque decir la un merecido elogio para Duncan Hamoud, que en la marca historia para escoger el primer gol para Aruba de un campeonato de U20 CONCACAF Championship. Decidieron de tour clase de éxito para una selección de U20 contra el USA. Cual juega los tacheras son para 5 horas y media tarde, hora de Jamaica, y 6 horas y media, hora de Aruba. Y lo será transmitido en vivo en el canal mundial Fox 2. Saludos a todos un reportaje especial de Push Out TV para Deporte de Acción. Queda obediente para más de Push Out TV por de Kingston, Jamaica.